Het is 5:10. Ik ben net geïnformeerd door een politieagent van de verbindingafdeling. Oftewel communiceren met de demonstranten. Ja. Dat ze hier 5:00 met allemaal politieagenten omheen gaan staan. En dan zeggen, iedereen die blijft staan is gearresteerd. Ja. Oh, en toen kwam Wijnand en Nippie aanlopen. Ja, het verrast me een beetje. Ik hoop ook dat er nog wat meer mensen gaan komen. Want als we willen gaan zitten, moeten we wel massa hebben, denk ik. Ja, nou schat maar in, hoeveel massa is er nu? 100 man? Ja, ik denk hooguit 100 man. Meer zal het nu niet zijn. En we hebben er... als iedereen gaat zitten, dan is het wel te doen, denk ik. Dan gaan ze het denk ik niet arresteren, want dan zijn ze heel lang bezig. De instructie van de burgemeester is duidelijk. Iedereen wordt afgevoerd en gearresteerd die hier voor de deur blijft staan. Dan gaat er een lintje omheen. Ja. En vanaf dat moment mag je hier het terrein alleen nog op als je hier wat te zoeken hebt. Ja, ja, ja. En dan mag je wel demonstreren, ik weet het niet, op Jaarbeursplein of zo. Oh, wat lief dat mag op Jaarbeursplein, maar wij demonstreren natuurlijk voor deze zaak. Ja, vertel me, waarom zijn we hier? Waarom ben je teruggekomen? Gisteren was je hier? Gisteren waren we hier en ik heb de Waku willen ze sluiten vanwege de QR. Iedereen weet hier natuurlijk van, het is ook in het mainstream nieuws geweest. En wij willen dat natuurlijk voorkomen, want dat is natuurlijk van de zotte, zullen we maar zeggen. We zitten nieuwe liedjes te bedenken. Ja. Het valt mij ook op dat de collega's van de grote media hier allemaal zo voor 5:00 naartoe komen. Ja. Nou, die zijn, kijk, als ik het hier hoor van de politieagent en zij weten het al, dan zijn ze geïnformeerd. Ja. Dus die hebben besloten hier een leuke reportage van te maken. Ja, ja, ja. Ja, ja. Vinden we daarvan, van de media op die manier, Wijnand? Ik hoop dat ze objectief gaan zijn ooit eens een keer. Ik heb niet het idee dat ze dat zijn. Ik heb trouwens wel gisteren een stukje in de NWS gezien waar wij muziek spelen. En dat was echt gebeurd. Wat verwacht jij hier nu van vandaag en waarom ben jij hier? Nou, ik doe mijn steun aan deze arme man hier die dat allemaal gaat verliezen straks. En ik ben hier om met jullie samen te zijn, om te voelen dat ik het voel, dat ik toch achter een oprechtheid, achter een iets wat een mens behoort te mogen, te kunnen, te willen hebben. Ja. En dat is vrijheid vrijheid en wat nog meer. Liefde, vrijheid en democratie. Ja, liefde sowieso. Democratie, ja, dat is het. En dat schijnt nu helemaal weg te zijn. Dat ja. Is weggespoeld. Ja, er wordt zo een lintje omheen gezet en dat mag hier dan niet. Als we pech hebben, regent het er ook nog bij. Nou, dank jullie wel. Blijf veilig. Het gaat hier natuurlijk niet om een demonstratie. Nee. Dit is geen demonstratie. Nee. Nee. De enige reden waarom we hier zijn, is eigenlijk om deze mensen te helpen. En daarmee iedereen die daar weer achter staat. Ja, het gaat eigenlijk over iedereen die last heeft voor deze maatregelen, die we hiermee willen steunen. Zij zijn de helden die moedig genoeg zijn geweest om hun rug recht te houden en te zeggen, wij gaan niet mee in deze uitsluitingsmaatschappij. De anderen hadden niet dat lef. Dus echt respect voor de gasten die hierachter zitten. En dan wat hij dan gaat ontstaan, dat weet ik niet. Maar blijf wel in vrede. De politie was mijn beste kameraad. Tot dat hij zomaar mag oprecht in te staan. En we kiezen ervoor om 3 groepen te gaan maken. Die geleid worden door de veteranen. Dus we hebben een groep zometeen in het midden. We hebben een groep aan de rechterkant en een groep aan de linkerkant. En we nodigen jullie uit om eigenlijk te kiezen aan welke kant je eigenlijk meegaat. Zijn die dan?
En wij dan, wat gaan we doen? We gaan nu even wandelen. En om, we gaan een beetje ons verspreiden in Utrecht in drie groepjes. Ja. Zijn er meer mensen die mee willen? Groep jeugd op. Kom maar. Lima van Charlie, KVO bericht over. Zijn populariteit naar beneden. Ja. Nou, dus we gaan nu gewoon met z'n allen die kant op. Blijven daar gewoon net zo lang staan tot het eigenlijk gewoon kloppend is. Stel dat het allemaal heel dreigend wordt en dat we niet met een hele grote groep zijn, doen we gewoon weer hetzelfde. Splitsen we gewoon weer op. Onder leiding van de veteranen, nogmaals danken mannen dat jullie, dat jullie er zijn. Oké, Wijnand, laten we even afstemmen. De laatste keer dat ik jou zag, ging jij je versterker in je auto doen. Ja. En daarna gingen we in groepjes hier vandaan. En ik had politiebegeleiding. Ik heb gewandeld, ik heb een startwandeling naar Utrecht gemaakt onder politiebegeleiding. Was het leuk? Ja. Mooie wandeling? Nee, dat is een mooie stad hoor. Oh, ja, ja. Maar de politie zat dan aan de andere kant van de grachtjes. Maar daarna waren ze weg. Oké. Okay. Hoe ging het bij jou? We hebben de spullen weggelegd. Toen zijn we eigenlijk vrijwel direct naartoe teruggelopen om te kijken hoe de situatie is. We zijn eigenlijk direct nadat we de spullen in de auto hebben gelegd, direct teruggelopen om te kijken hoe de situatie was. En dat zagen we vanaf daar natuurlijk. Ja. En er stonden alweer wat mensen en helemaal geen politie meer, niks. Ja, wat lekker. Dus wij dachten van nou, dan gaan we daar gewoon weer staan natuurlijk. Ja. En dat hebben we gedaan en sindsdien staan we er. Oh, je hebt het fort bewaakt eigenlijk. Ja, en we hebben nu ook, ze hebben hele lekkere soep hier binnen. Oh. Dus, is dit nou wakku-wakku soep? Ja, dit is... Oh, wat leuk. Echt. Maar dit is ook jouw restaurant, het is een vegan restaurant. Het is een vegan restaurant, ja. En dus ik ben heel blij, sowieso, ik had iedereen verdedigd, maar ik ben heel blij dat het een plantaardig restaurant is wat we mogen verdedigen nu. Ja. Waar we voor mogen opstaan. Ja, nou, laat je soep niet koud worden. Nee, ga ik doen. Dank je. Alle drie een andere kant op gaan. Eén groep gaat die kant op. De tweede groep gaat die kant op en die gaat naar rechts. Een andere groep gaat hier naar links. Tot over een uur. Het rendezvouspunt is Vredenburgplein. Daarom, dus we gaan weer. Ja, op deze kant op. Thank you.
Nou, oké. Loopt, ja, loopt, ja. Dus het is een beetje... Herinner je die speurtochten nog van Dennis Paastra? Ja. Dat je niet wist waar je kon demonstreren. En dan, ja. En dan kreeg je berichtjes van nou, daarheen en daarheen. En dan waren we ineens allemaal bij elkaar. Ik heb net een speurtocht gelopen in Utrecht. Leuk. En ja, was gezellig. Ja. Met de politiebegeleiding op de achtergrond. Oké. En, nu verzamelden we weer terug bij Waku Waku. Ja. De politieagenten waren toch niet heel vrolijk. En die zeiden, geloof ik, van... Want ze houden niet van vegan? Ik denk, laten we het vragen. Jij komt hier net aanlopen, Willem, of ik niet? Kom hier net wat aanlopen. Heb jij gehoord en waarom ben je hier? Nou ja, ik hoor dat er een nieuw Asterix en Obelix establishment is geopend in Utrecht. Die kwam ik even kijken, het is mijn geboortestad. Ja. En ik dacht, ik heb wel zin in vegan vanavond. Nou, ik denk dat ze uitverkocht zijn, maar je kan het proberen. Ik loop wel even achter je aan. Ik loop even achter je aan. Ja, oké, okay, ja. Top, gaan we. Dus die kant op. Nadrukken. Je staat hier symbool voor heel, heel veel mensen. Voor heel Nederland. Precies. Je staat hier symbool voor heel veel mensen. We staan omringd door allerlei ME'ers die er zijn. En het is het niet waard om hier vanavond opgepakt te worden. Het is het niet waard. Het feit dat je hier bent is voldoende. Dus het is goed om weer uit te waaieren. Ga gewoon ergens anders naartoe. Choose your battles. Zoek voor je eigen veilige plek. We worden nu al ingesloten. Ga gewoon lekker ergens heen. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Dag zonder hemel. In every region now has a decision to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming. Wat dacht je alle mensen? Laat staan dat ik kan ingaan over vuur. Bezig met vandaag.